Ja, het is goed gegaan. Ik ben goed opgevangen door de jongens. Ja, ik ben iemand die altijd even de kat uit de boom kijkt. En dat ben ik nog steeds een beetje aan het doen. Maar zijn goede jongens en ik heb naar mijn zin hier. De omgeving en de club zelf is gewoon top. Alles is goed geregeld en de faciliteiten zijn top. Dus daar heb ik niks over te klagen. Goede trainingsweek achter de rug. Dus ook eventjes wennen. Je moet eerst weten wat de kwaliteiten zijn, wat iemand kan en vooral wat iemand niet kan. Wat je wat minder snelle spelen moet je niet in de diepte sturen, zulke dingen. En mij juist wel, denk ik. En dat moeten ze ook van mij leren herkennen en andersom. Vorige week was het dan een oefenwedstrijd, hè, om toch even ook mensen die wat minder hebben gespeeld of nog niet hadden gespeeld, minuten te kunnen laten maken. Toen was net de papierwinkel niet rond voor jou. Hoe was dat voor jou om dan net niet mee te mogen of kunnen doen? Ja, het was een beetje spannend of het wel of niet ging lukken of wel of niet kon meedoen. Ik had verwacht dat ik wel mee kon doen. Uiteindelijk ging het een beetje stroefjes en kon ik niet meedoen. Maar ik had graag de wedstrijd willen spelen, zodat ik iedereen nog beter zou leren kennen. En helaas is dat niet gelukt, maar ik heb de wedstrijd wel gekeken. Heb je wel een beetje al een indruk kunnen vormen deze week van de kwaliteiten binnen het elftal? Heb je een beetje een idee kunnen vormen van, nou, met dit team zouden wij daar ongeveer kunnen spelen? Nee, dat is nog lastig te zeggen. En, ik denk ook niet dat ik de persoon ben die dat moet uit gaan spreken waar we kunnen gaan eindigen. En, ik denk wel dat er heel veel kwaliteit in het elftal zit en dat de kwaliteit bij is gekomen. En dat bedoel ik niet mezelf trouwens. En ik denk dat we wel gewoon een goed seizoen kunnen draaien.